Het is weer weekend, het is weer tijd voor goede frag. En ja, leuk is, we hadden vorige week natuurlijk de games die we absoluut nooit in de wereld wouden helpen. En deze week gaan we het een beetje omdraaien, want Jannes van der Veen kwam wel met een hele interessante reactie op YouTube. Die vroeg namelijk, hey, welke game had volgens jullie nou nooit gecanceld mogen worden? Dus thanks voor je vraag, Jannes. En dit wordt weer een leuke, volle aflevering van Goeie Frag, waarin we die vraag beantwoorden met de hele redactie. Je kent het inmiddels wel. Without further ado, laten we maar gewoon beginnen. Peter begint over Star Wars. Maar dan komt dat er altijd een Star Wars game ergens in te plaatsen is. In dit geval is het natuurlijk Star Wars 1313. De game die geannuleerd is, aangekondigd is met veel bombarie. Wij hebben hem zelfs al gezien, die fucking game, op een, denk E3 of Gamescom. Weet je het nog? Nou, ik denk Gamescom. Oké, nou was het Gamescom. Star Wars 1313, ja, ging over Coruscant. Coruscant is de hoofdstadplaneet van Star Wars. En die heeft heel veel hoge gebouwen en heel erg diep gaat het dus naar ondergrond. En hoe diep je komt, hoe armer de wijk. En op niveau 1313 zou je een bounty hunter spelen. En nou ja, weet je, zullen we gewoon voor de grap even de beelden voor zich laten spreken? En zelfs als je geen Star Wars fan bent, hè, check even deze beelden die nu komen. En daarna, voel daarna hoe erg mijn hart gebroken is. Any day now! One minute! Hey, toss me a detonator! Time to tilt things back in our favor. The escape pod? What are you doing? This guy's taking the express. I rest my case. Goeie vraag, Jannes. Ja, eigenlijk zijn er best wel veel games die uiteindelijk gecanceld zijn. Vooral de laatste tijd gebeurt het in één keer heel erg vaak dat de studio in één keer failliet gaat of op de flop of dat de game anders wordt dan dat ze eigenlijk in gedachten hadden. Maar de game die ik eigenlijk echt het meeste mis, dat is toch wel de nieuwe Silent Hill. Ik was zo gehyped toen P.T. uitkwam. Misschien herinner je nog wel dat horrorhuis waar je werd gedropt, waar eigenlijk niemand het wist wat je moest doen. Je was een beetje rondjes aan het lopen. Ja, het hield niet op. En op een gegeven moment dan kwam je in een of ander verhaal terecht met een iets vreselijks wat er was gebeurd. Je had je eigen gezin vermoord. Dat was best wel bruut. Maar dat was eigenlijk een van de weinige horrorgames die me echt aan het schrikken kreeg. En dan ook niet echt gewoon schrikken, maar nee, letterlijk gewoon alle shit moet van me afvliegen, zeg maar. Zo sprong ik omhoog, traantjes in mijn ogen op een gegeven moment. Het was geweldig. Ik ben best wel fan van de Silent Hill series, vooral vroeger. Ik heb ook alle films gekeken die ik eigenlijk ook best wel oké vond. Ondanks dat sommige critici daar heel erg anders over zijn, anders over nadenken. Maar nee, ja, het verhaal zeg maar met de verschillende. Het verhaal speelt zich eigenlijk af in drie verschillende dimensies. Je hebt de gewone zone, je hebt zeg maar de mistdimensie en de dimensie die alles achterstevoren is of alles ondersteboven, zeg maar duister bloed en zo. Of een oranje hemel. Ja, ik was heel erg hyped van die serie en ik was zo blij dat er eindelijk een vervolg werd aangekondigd. Om vervolgens naar een teaser te hebben gespeeld, ook nog eens, weet je wel, om die hyper extra in te douwen, werd het gewoon het leven uit mij geslagen door toen de reactie kwam van ja, helaas, we gaan het niet meer doen. Dus ja, dat eigenlijk. Fuck Konami. Fuck jou, wow. Ja, toffe vraag, Jannes. Allereerst omdat het nul origineel, dus dan eigenlijk gewoon het ding van vorige week omdraaien. I don't know, best wel goed bedacht. Maar ja, games die absoluut niet gecanceld hadden mogen zijn. Naar mijn idee zijn het er helemaal niet zo heel veel. Maar ik zit wel met natuurlijk één inkoppertje, net als met Pete. Voor mij is het Fable Legends. Ja, die game draaide al een soort van in open en closed beta, maar die hele game is gewoon gecanceld toen het best wel ver was. En ook gewoon Lionhead, de studio die ermee bezig was, die killen ze gewoon. Helemaal. Terwijl ze waren ook druk bezig met een spel wat best wel veel potentie had. Kijk, ik heb Fable Legends een aantal keer kunnen previewen. En ja, het was nog niet helemaal perfect in die sessies. Maar het was wel een Xbox-titel, een Windows 10-titel. Hij was gratis te spelen. Best wel een interessant model waarbij het een soort van asymmetrische multiplayer was. Er zat misschien nog wat potentie in voor een soort van lichte e-sports. Er werd gewoon hard aan gewerkt. En Microsoft had zoiets van, nee, weg ermee. Dat is gewoon super lullig, want die game had makkelijk nog kunnen verschijnen. Weet je, had Lionhead nog 2-3 maanden in leven gehouden en had ze die ene kans nog gegeven om die game uit te brengen en hunzelf te redeemen. Maar
Nee, dat is allemaal niet gebeurd. Dus dat is ontzettend zonde, want het blijft wel een Fable game. Het was natuurlijk niet een Fable zoals 1, 2 en 3. Maar het was wel weer in die lore, die Britse droge humor, gewoon vette artstyle. De game zag er sowieso fantastisch uit. Windows 10, DirectX 12, zag er echt heel fraai uit. En dan killen ze dat gewoon. Dat, ja, niet echt fraai. Dus dat is, als er één game is die absoluut niet gecanceld had mogen worden, in mijn ogen, Fable Legends dus. De game die nooit gecanceld had mogen worden voor mij is eigenlijk een makkie. Ik zat een beetje te twijfelen tussen sommigen, maar echt mijn top game die ik zo graag had willen zien, die helaas nooit waarschijnlijk het daglicht zal zien, is voor mij Time Splitters 4. Ik heb Time Splitters 3, The Future Perfect, heb ik echt doodgespeeld. En echt doodgespeeld. Dus toen ik natuurlijk de rumoren hoorde van, hey, er komt een nieuwe Timesplits, man. Stoked, hyped. En vervolgens kom je erachter van, hey, Free Radical Design, de studio achter Timesplitters, is gone. Omdat ze een game uit hebben gebracht op de PS3 genaamd Haze. Nu heb ik Haze wel eens een keer gespeeld en ik moet zeggen, ik vond het niet zo heel erg slecht. Maar die game heeft zo erg slechte reviews gehad en is echt gewoon de grond ingebrand toen der tijd. Dat Free Radical Design er eigenlijk nooit bovenop is gekomen. Dus dat betekent ook geen nieuwe Timesplitters. Op een gegeven moment zijn de rechten van Timesplitters wel overgenomen door andere studio's. En eens in de zoveel tijd zie je nog wel eens op het internet zo'n legende, zo'n myth. Zie je zo opspelen van, hey, die studio werkt nu aan een nieuwe Timesplitters. Bekijk hier de conceptbeelden. En dan ga je kijken en dan heb je zoiets van, ah, het ziet er cool uit, maar is dit legit? Is dit echt een ding? En dan vervolgens kom je erachter, maanden later, dat het gewoon smoke was. En dan hoor je weer, daarna, een paar weken later, hey, nieuwe Timesplitters is in de maak. Hetzelfde verhaal. Keer op keer op keer. Dus helaas, ik denk niet dat die er ooit nog gaat komen, maar als die er ooit komt, echt gewoon hard. Ja, en daar heb je het dan, de games die wij eigenlijk het liefst niet gecanceld zouden willen hebben. Dus ze waren wel gecanceld, maar we wouden ze juist wel weer in leven brengen, in tegenstelling tot de games van vorige week. Dus, I don't know, het is allemaal heel gedoe. Maar we zijn in ieder geval benieuwd wat jullie game nou was die je eigenlijk zeg maar, van de ondergang had willen redden. Kan natuurlijk eentje zijn die een van onze redacteuren al aanleverde, maar het mag natuurlijk ook een compleet andere game zijn waar wij nog niet aan gedacht hadden. Dus zeker, laat zelf reactie achter op de vraag van deze week. En voor volgende week natuurlijk een nieuwe vraag zou heel erg fijn zijn, want dan kunnen we weer in een nieuwe goede frag tal van nieuwe antwoorden binnenhalen op jouw nieuwe vraag. Dus get creative en zo hier in de comments. Het mag allemaal. Drop een nieuwe vraag voor volgende week. En dan zien we je volgende week weer terug bij een nieuwe goede frag van gamersnet.nl. De ballen.